je zin in? De stelling is: de stad van mijn dromen houdt volledig rekening met de wensen van jongeren. Mijn stad van mijn dromen ziet eruit als de stad waar iedereen het over heeft. De stad waar iedereen naartoe wil komen. Ik heb zelf thuis een zus van 27 en die heeft geen woonruimte om te kunnen huren. Want er zijn niet genoeg goedkopere woonruimtes. Dan moet je je inschrijven, sta je heel lang op een wachtlijst. En dan wonen ze eeuwig lang thuis. Dat is heel vervelend. Ik zie liever meer groen dan meer gebouw in Purmerend. En ik denk ook dat het dan leuker wordt. En ik ga naar Amsterdam als ik ouder ben. Je kan een stad ook mooier maken met hoge gebouwen. Kijk naar New York. Dat is fucking vet. En je kan het ook mixen. Dus bijvoorbeeld flats met daarachter een park of zo. Dus meer woningen en meer natuur en zo. Ik ben het helemaal eens met Olle. Want kijk, Dubai is heel bekend geworden met die hoge mooie gebouwen. Dus hoge gebouwen in Purmerend, flats, gekleurde flats. Het zou wel aantrekkelijk zijn, vind ik. De stelling is: wij als bewoners kunnen bepalen hoe Purmerend er in 2040 uit moet zien. Ik ben het er wel mee eens, want als de bewoners niet mee eens zijn, als ze vinden een stad niet leuk, dan heb je er niet zoveel aan, denk ik. Maar ik denk wel dat het realistisch moet blijven, dus misschien iets van enquêtes en zo. Want dan weten ze ook wat ze kunnen verwachten. Dus niet dat er opeens een heel groot pretpark komt of zo. Wat zij zegt met die enquêtes. Als je dan de docent bijvoorbeeld op school zegt: oké, jongens, we gaan nu een enquête invullen. Pak jullie telefoons. En dan bijvoorbeeld op de website van het stadhuis of zo. En dan kunnen ze daar gewoon allemaal stemmen op wat zij willen. Dat je de bewoners gewoon een paar opties geeft. En dat daar dan uiteindelijk de meeste stemmengelden uitkomen. Ik ben het zeker wel mee eens dat zeg maar mensen die hier niet zo lang wonen ook mee moeten beslissen. Alleen de mensen die hier over 40 jaar nog wonen, die moeten daar dan wel mee leven. Dus ik vind wel dat die mensen dan zeg maar iets meer recht hebben om meer dingen te vertellen dan de mensen die over 3 jaar of zo weer weggaan. Doe gewoon om de week een festival. Gewoon lekker feesten, gewoon vaak, weet je wel. Gewoon lol hebben. Over 30 jaar heb ik een gezin, ben ik al oud, weet je wel, kan ik niks meer. Dus gewoon nu lekker feest kapot. Maar de gelegenheid moet er wel zijn om naar een festival te gaan. Okay. Ik fiets wel eens door Purmerend en ik zie bijvoorbeeld het postkantoor. Daar kan je ook zoveel bouwen en het is gewoon achtergelaten, vind ik dan weer. Ik zie ook veel dingen in Purmerend, die zijn gewoon niet mooi. De stelling is: als de gemeente de prioriteit legt bij een duurzame stad, wordt Purmerend leuker om in te wonen. Duurzaam klinkt in mijn oren meer geld en Purmerend gaat niet leuker worden als alles duurder gaat worden, want dan gaat iedereen weg. Ik vind het ook sowieso goed, bij het winkelcentrum hier heb je ook gewoon 3 soorten prullenbakken aan 1. En tenminste, ik ga er gewoon automatisch dit in plastic doen. We moeten wel beseffen dat we misschien niet heel lang meer op deze planeet hebben. Nederland is natuurlijk een klein land, maar ja, alle kleine beetjes, denk ik, helpen sowieso. En het is mooi dat je dan een voorloper bent op iedereen. Ben je eigenlijk bezig met het thema klimaatverandering? Maak je zorgen over de toekomst? Eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet echt totdat dit op school kwam. Daarvoor hield ik me niet zo erg mee bezig. Ik zag het wel dat met Den Haag. Zag ik ook wel, maar ik hield me er niet mee bezig. Als we nu niet die keuze maken, dan op een gegeven moment is het te laat en dan hebben we een probleem. Ik denk wanneer huizen moeten gebouwd worden en flats, dat er al zonnepanelen op moeten zitten. Zodat de regering dat soort van voorschiet. En dan wanneer die huizen worden gekocht, doe je dat een beetje bij, zeg maar. En ook is het wel, want we moeten kijken ook naar de lange termijn. Die dingen betalen zichzelf wel terug op een gegeven moment. Want zon is gratis, wind is gratis. Als we dat allemaal een beetje gaan doen, dan denk ik dat we samen best wel ver stuk kunnen komen. De derde prijs is geworden Aisha! De tweede prijs gaat naar Oleg. De winnaar van vandaag, Jesse. Jesse! Ja! Maak een groot applaus voor Jesse! Ik vond het ontzettend leuk. Heel leuk om te zien dat jonge mensen zich echt verbonden voelen met de stad. En op hun manier betrokkenheid tonen en ons echt dingen meegeven die we op de saaie bewonersavonden met volwassenen niet meekrijgen. Ik denk dat de jongeren nu echt wel heel sterk aanwezig zijn geweest, dat ze echt ook goed hun belang hebben behartigd, waar we straks mee kunnen doen. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid toen ik 23 was en ik heb mezelf als ambitie gesteld, ik wil de jongeren er meer bij betrekken. Dat is me altijd maar heel erg slecht gelukt, omdat je nooit goed weet wat ze willen en hoe ze dan betrokken willen worden. Want als je ze alleen maar de vraag stelt, wat wil je, dan zegt ze een plek om te chillen. Ja, die was er toen ik 16 was ook, maar toch zat ik in het park. Dus dat is altijd moeilijk. Maar wat ze nu zeggen, is zorg dat je de school erbij betrekt. Eentje zei zelfs verplicht het, want we hebben wel een mening, maar we willen niet zomaar die mening geven. Dus als je het onderwijs erbij betrekt, dan geven we onze mening wel.